Als een ongeluk is gebeurd waarbij iemand misschien zijn onderbenen heeft gebroken, dan zijn dit de eerste hulphandelingen die jij kunt doen. Een botbreuk is natuurlijk erg pijnlijk. En als je het onderbeen beweegt, dan kunnen de gebroken delen langs elkaar bewegen. En dat maakt de pijn nog veel erger. Probeer na te gaan wat er precies is gebeurd. Als iemand bijvoorbeeld van hoogte is gevallen of met heel veel energie ergens tegenaan is gebotst, dan kan er wervelletsel zijn. En dan is het helemaal belangrijk dat het slachtoffer stil blijft liggen. Bij een breuk in het onderbeen kan de voet naar buiten klappen. En om dat te voorkomen, omdat het heel erg pijnlijk is, kan je bijvoorbeeld een opgerolde deken of een jas of een tas gebruiken om het been te stabiliseren. En dat leg je dan naast de voet, waarbij het een beetje uitsteekt, zodat je maximale stabilisatie geeft. Hierdoor kan de voet niet naar buiten klappen. Als de voet al naar buiten geklapt is, ga hem dan vooral niet terugzetten, omdat je dan natuurlijk meer pijnklachten geeft. Bij een gebroken been, bel 112.